Op vrijdag 1 februari 2019 organiseerden Aegon en de Vrije Universiteit Amsterdam een flitscongres over partnerpensioen. Een onbekende en onvoorspelbare pensioenvorm. Je moet ervoor zorgen dat er geen mensen zijn die onbewust niet gedekt zijn voor een partnerpensioen. Er zijn veel situaties waarbij mensen het helemaal niet in de gaten hebben dat ze een partner hebben die geen dekking heeft. Een wettelijke definitie. Je bent gauw geneigd om te zeggen ja als je dit in schrijnende gevallen ziet. Aan de andere kant ga je heel principieel ingrijpen in de contractvrijheid van sociale partners. Ja, misschien moeten we wel denken aan veel meer maatwerk. Alleen ja, hoe verzeker je maatwerk? Dat is natuurlijk heel lastig. De ene partner heeft behoefte aan een overbrugging, in ieder geval op korte termijn. Maar kan daarna zelf wel de draad oppakken. En de andere heeft gewoon behoefte aan een langere overbrugging. Ja, wij merken dat eigenlijk al onze klanten die in aanmerking komen voor een AMW, er eigenlijk nooit over gedacht hadden wat er zou gebeuren als een partner overlijdt. En wij vinden dus ook dat wij als SVB een taak hebben om alle mensen die een partner hebben, om die ruim voordat überhaupt zo'n verschrikkelijke gebeurtenis zou kunnen plaatsvinden, te wijzen op wat er gebeurt. Begin maar met mevrouw Van Poppelen. Haar man overlijdt op 74-jarige leeftijd. Daags na zijn overlijden krijgt mevrouw Van Poppelen post van het pensioenfonds. Met daarin 1. Gecondoleerd met het overlijden van uw man. En 2. U kunt een partnerpensioen bij ons aanvragen. Hey, denkt mevrouw Van Poppelen, dat is gek. Want mijn man heeft zelf nooit een ouderdomspensioen ontvangen. Is daar misschien iets misgegaan? Zou dat niet alsnog uitbetaald moeten worden? Ze neemt contact op met het pensioenfonds en ze wordt bevestigd in haar vermoeden. Er stond al jaren een ouderdomspensioen klaar. Maar ja, dat is nooit opgevraagd. Uw man is overleden. Hij was de enige die het kon opvragen. Dus nu is het van ons. Mevrouw Van Poppelen voelt zich bestolen. Ik denk dat het begin van onze discussie is van over voor welke problemen wil je een oplossing? En niet gelijk in het product gaan denken en wat daar allemaal weer mogelijk is en niet mogelijk is. Maar waar zitten nou echt de hele essentiële dingen waarop we met elkaar zeggen van nou ja, dat moet je niet willen in een, in een welvarende samenleving zoals Nederland is. Het grootste probleem is dat communicatie en voorlichting, geldt überhaupt in het algemeen voor pensioenen, dat die veel beter moet. Maar dat geldt zeker in dit geval. Wij gaan in het hele pensioenstelsel gaan we uit van volmaakt onmondige burgers. Je mag niet bepalen waar je iets inlegt, wat je inlegt. Je mag niet bepalen hoe het belegd wordt. Je mag niet bepalen hoe het onttrokken wordt. Dat mag allemaal niet. En dan komt er een keer zo'n evenement, een echtscheiding, een overlijden. En dan wordt er gezegd, ja, dan had je de kleine lettertjes moeten lezen. Nou, het probleem van partnerpensioen begint ermee dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van wat er geregeld is voor de partner op het moment dat ze overlijden. De communicatie daarover is denk ik ook een heel belangrijk issue, want het is een complexe materie. Bij iedere pensioenregeling is het weer anders geregeld, wissel je van werkgever is het anders en dat geeft gewoon heel veel onduidelijkheid. Dus daar kunnen we veel aan doen. Wat wel geconstateerd wordt steeds is dat het heel erg lastig is om te communiceren over pensioen dat mensen niet interesseert. Dus ik vind dat wel een van de uitdagingen van of we regelen het goed dat mensen er niet naar om hoeven kijken of we communiceren op een manier die mensen wel tot actie aanzet. Het is heel lastig. De oplossing is om in ieder geval met elkaar te kijken of je tot een soort van uniformiteit kunt komen tussen de regelingen. Dat is lastig, want het is natuurlijk een arbeidsvoorwaarde. En iedere werkgever, iedere sector heeft daar zijn eigen afspraken over. Maar ik denk dat juist het overleg zoeken daarover van belang is. En voor een deel misschien ook een aantal uitgangspunten wettelijk te regelen. Ik denk dat er verschillende oplossingen zijn en ik denk dat niet daar één oplossing de oplossing is. Ik denk dat je gewoon moet kijken in verschillende maatregelen om in eerste instantie goede defaults te hebben waar schrijnende gevallen zoveel mogelijk mee afgedekt worden. En tegelijkertijd ook kijken naar meer mogelijkheden voor mensen die gehuwd of samenwonend zijn om de situatie aan te passen aan hun levensstandaard. Want pensioen is niet alleen maar de enige na de bestaande dekking, daar zitten meer mogelijkheden. Ik denk dat sociale partners bij de tweede pijler een grote verantwoordelijkheid hebben. En dat de politiek bij de eerste pijler moet zorgen voor oplossingen. Daar zijn we ook mee bezig. De nieuwe wetgeving rond conversie
bij echtscheiding, dat gaat nu geregeld worden. De Stichting van de Arbeid is gevraagd advies te geven over het hele probleem van partnerpensioen. Dus er zit veel beweging in. Wat me in ieder geval deugd doet, is dat daar in ieder geval vanuit sociale partners en overheid, politici, zeker aandacht is. Dus dat geeft mij wel het gevoel dat er nu ook echt wel stappen gezet zullen gaan worden. Ik vind dat veel meer regels gelijk getrokken moeten worden. Als jij met je partner allebei bij een verschillend pensioenfonds zit, dan wordt het wel erg verwarrend. Dan heb je een hele lappendeken aan regels. Dat moet gewoon op dezelfde manier geregeld worden. En of wij dat nou gelijk moeten trekken of dat de pensioenfondsen dat zelf doen, dan wel de verzekeraars, maakt mij niet uit. Het gaat niet helpen om alleen maar meer te gaan communiceren. Je moet echt doelgericht gaan communiceren op momenten die voor een deelnemer herkenbaar en relevant zijn. En wat ik al noemde, tegenwoordig met data, met moderne technieken, zijn we steeds beter in staat om op die relevante momenten dicht bij die deelnemer te komen om te zorgen dat hij op dat moment de juiste keuze maakt.